Verhuis op Schagen. Echt alles voor jouw verhuizing. Kijk, gaan we die ook meegeven? Wat top! Hartstikke bedankt. Kijk. Lekkere dingen allemaal. Wat doe je als je café dicht is in verband met corona? Bij de Bierkade in Schagen blijven ze de mensen blij maken. Nu als depot voor de voedselbank in Annapolona. Natuurlijk maart 2020, eerste lockdown. Nou, toen zijn we natuurlijk begonnen met een beetje klusjes voor onszelf. Schilderen, behangen, zulke dingen. Nou, toen mochten we 1 juni natuurlijk weer open. Nou, daarna weer dicht, weer een lockdown. We hebben een pop-up shop gehad met allerlei leuke dingetjes voor onszelf te verkopen. Maar ja, we zijn natuurlijk altijd bezig voor andere mensen, daar houden wij gewoon van. Toen dachten we van, nou, misschien is dat iets leuks te combineren met de voedselbank. Dus wij waren 3 weken terug bij de voedselbank in Annapolona. En daar hebben we een rondleiding gehad. Nou, we waren hartstikke wild enthousiast, werden we ervan. En hun ook. Dus dat is een mooi streven. Dus zodoende zijn wij op dit idee gekomen. Om een depot te worden voor de voedselbank. Zodat mensen allerlei spulletjes kunnen brengen. En we zijn net open en ja, het gaat al hartstikke goed. Dus dat is hartstikke leuk. Daar krijg je energie van. Ja, want de voedselbank zit natuurlijk in Annapolona en wij in Schagen. En dan is het voor sommige mensen misschien ook wel een beetje lastig om daar helemaal naartoe te rijden. Ja, de eerste 2 waren al wat iets oudere dametjes op de fiets. En die zeiden van, ja, wij kunnen niet naar Annapolona. We vinden het een hartstikke goed idee. Dus we zijn blij dat jullie dit doen. Dus die komen daar tassen vol, hebben we al gekregen. Dus hartstikke leuk. Er zijn ook steeds meer mensen die van de voedselbank gebruik moeten maken. Hè? Ja, want daar kwamen wij dus achter tijdens de rondleiding van de voedselbank. Bij de voedselbank. Ze hebben 280 kratten in de week te vullen. En dat zijn dus deze blauwe kratten. En dat is echt wel veel. Dus het zijn 140 gezinnen per week die dan dingen echt nodig hebben. Dus dat is best wel triest. Maar ook wel weer mooi om te doen. Want daar word je helemaal een beetje ja, lekker. Lekkere positieve energie. En jullie hebben allemaal kratten staan. Er zit al wat in. Want jullie zijn nog niet zo lang bezig. En de mensen komen toch wel in. Het is 6:06. Dus we zijn vanaf 2 uur open. Kijk maar wat er allemaal al staat. En het is leuk. Super tof. Dus blij mee. Wanneer gaan jullie echt... Ja, jullie zijn natuurlijk nu open, maar wat voor dagen nog meer? Vrijdag van 2 tot 8. We moesten even afwachten vanwege de avondklok natuurlijk. Maar dat is dus tot 9. Dus van 2 tot 8 vrijdag. En zaterdag van 2 tot 6. En als mensen op die data niet kunnen, kunnen ze me altijd bellen. Of via Instagram een berichtje achterlaten. Of via Facebook. Dus het kan altijd. Maar open zijn we op vrijdag en zaterdag. Want dan zijn de mensen ook, denk ik, vrij van hun eigen werk. En dan kunnen ze volop spullen langsbrengen. Dat. Ja, en de voedselbank komt het hier ophalen dan? Ja, de voedselbank komt elke woensdag bij Slijkerman brood halen. Dus hun combineren dat met mij, want dat is op de loot is dat prima te doen. Want ik zit ook natuurlijk op de loot. En dan komen ze gelijk lege kratten weer brengen en de volle kratten nemen ze mee. En als ze te vol zitten of iets, dan kennen we zelf ook altijd rijden. Dat is niet zo'n punt, maar ja, dit is wel lekker. Want dan even een beetje doorloop van de spullen die gedacht. Mooie combinatie. Ja, de voedselkade noemen we het. Dus bierkade, voedselbank. Dus dat. De voedselkade is open, kom maar op. Ja, nou, terwijl wij staan te praten, is Denise de Slikker natuurlijk al bezig. Hartstikke, mijn rechterhand is hartstikke druk, want er staan gewoon rijen. Kijk, die komen hele dozen komen er binnen. Ongelooflijk. Ja, dus leuk. Super tof. Ja, we denken toch om elkaar dus. Ja, wij zijn natuurlijk een sociaal. Ja, wij houden daarvan. We zijn een soort buurthuis in. Huis van de zoete inval noemen we het altijd. En sociaal zijn we ook altijd bezig. En dit is dus wat we willen. En ja, het liefst natuurlijk in combinatie met open. Want het is niet de bedoeling, ik ben nu dicht. Maar als ik dan hopelijk weer open ga, wanneer weet ik niet. Maar dan houden we dit wel even vol. Want dan zet ik het gewoon achter neer en dan komen ze het even goed gewoon wekelijks halen. Dus leuk. Een heel mooi initiatief. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, jullie bedankt. Hartstikke leuk.